Oh jee, oh jee, oh jee. De vulkaan, de watervulkaan gaat ontploffen. Oh, maar dit is alleen maar mooi. Dit is alleen maar positief, zo'n vulkaan. Kijk eens. Hey, yo, Nintendo fans. We zijn aangekomen bij het topje van de Gutsberg. We moeten een missie doen die heet Spuit 11. Kunnen wij 1100 duimpjes omhoog krijgen? Dat zou toepasselijk zijn. Doe dat en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan gaan we richting de finale van deze planeet, denk ik. Geen idee of dit al de laatste missie is. Ik denk dat hierna nog een gevecht met de baas komt. Spuit 11, vernietig duistermisdam. We moeten waarschijnlijk die kisten daarop blazen. Dat zijn niet echt kisten, het zijn potten. Hallo, oh. Oh, ben jij een spark die kan healen? Oh, dat zou nice zijn. Want dat betekent dat we misschien ook iemand anders dan Rabbit Peach zouden kunnen gaan gebruiken. Impulsar. We moeten die duistermisdammen vernietigen om het beroemde water van de Gutsberg weer te laten stromen. Gebruik die flesjes om ze te verslaan. Ze zitten in die houders tot na de overwinning. Dus we moeten hier flesjes pakken en die moeten we dan hier opgooien. Oké, maar er zijn wel echt kapot veel vijanden hier. Deze zijn gevaarlijk. Deze zijn heel sterk. Ze kunnen niet tegen bevriezingen. En we hebben brand nodig voor de enkelwolven. En schok hebben we nodig voor de mergelaars. Wie gaan we gebruiken? Ik denk misschien nu wel Bowser. In plaats van Rabbit Mario? Rabbit Peach hebben we nodig. En Luigi kan 2 teamsprongen doen. Dus met Luigi kunnen we heel ver komen. Lastig. Ik heb Luigi nog helemaal niet gebruikt gewoon. Oké, we hadden dus sowieso vuur nodig. Schok hadden we nodig. En bevriezing hadden we ook nodig. Ja, nee. Ik ben toch geen fan van Luigi te gebruiken nu. Sorry. Ik wil gewoon Rabbit Mario. Ik vind gewoon baas. Let's go. We gaan dit proberen. Kijk, nou wil ik natuurlijk heel graag naar de overkant springen hier. Maar deze gasten, die zijn echt een probleem. En hoe komen we... Ja, we kunnen wel die kant op en weer terug natuurlijk. Dat kan wel. Ik denk dat Rabbit Peach naar de overkant moet. En deze twee moeten de damage gaan doen. Kijk, Bowser doet hem natuurlijk wel heel veel pijn. Hoppakee. Of... Viel het mee? Het viel een beetje tegen, hè? Het viel een beetje heel erg tegen. Nou, dan gaan we de Koopas ook maar inzetten. De Mac Koopas. Let's go. Boom. Oh, maar die laten... Oh, nee. Die laten dat ding ontploffen waar... Oh, waar Bowser achter staat. Oh, nee. Oké, maar ik denk wel dat Rabbit Mario hem kan verslaan, sowieso. Kijk, met 1 tackle is het al klaar. Kan ik nu geen teamsprong meer doen? No! Bowser staat echt net te ver weg. Oké, opnieuw. Altijd blijven opletten. Zo, we laten Rabbit Peach nu gewoon eerst even springen. Zo, hier naartoe. Dan kan ze nu hier naartoe springen. En rustig zo'n drankje pakken. Oh, en die kunnen we dan gooien. Ja. Kijk, die kunnen we gelijk erop gooien. Oké, dus zo werkt dit. Nice, dan gaat het water nu stromen. En dit moeten we nog 2 keer doen. Kunnen we die trouwens ook op die vijand gooien? Ja joh, kijk, dat kan ook. Boom! Het is ook de enige vijand die we van hier kunnen raken. Dus dat gaan we gewoon doen. Zo. Ja, en dan gaan de Rabbit Mario en Bowser deze nog even uitschakelen. Wat een flats. Oh, Bowser is niet eens nodig, joh. Dan kan Bowser zich vast richten op de volgende. Of op de wolf. Nee, dat redden we niet. Maar misschien wel als we hier gaan... Maar misschien wel als we even een teamsprong doen en hier naartoe landen. Kijk, vanaf hier kunnen we hem namelijk wel raken. En is dat dan net hard genoeg? Oh, hij overleeft het echt net. Ja, dat is balen. Nou, dan krijgen we wel een tik van dit wolfie, denk ik. Oh, die gaat voor Rabbit Peach. Nou, dat is chill dat die Bowser niet pakt. Okay, ze zetten natuurlijk allemaal weer dat ding aan. Daarvoor moeten we oppassen voor deze vijanden. Want die zijn altijd heel irritant. Kijk, dit dus. Ja, die zijn vervelend. Nee, ik vergeet weer dat dit... Oh, waarom vergeet ik dit altijd, Rick? Waarom ben je altijd zo stom bezig soms? Zo vervelend dat ik er niet op let. Daar in het midden staat dus zo'n pot. Die hebben we nodig. Voor die dam daar. Jeetje, dit wordt lastig. En hierachter ook nog eentje. En waar vinden we die pot? Die vinden we... Hier? Waar is die pot? Voor deze dam hierachter. Oh, die staat helemaal daar. Okay, dus we zouden dan met Rabbit Peach zouden we daar naartoe kunnen. Dus moeten we deze even oppakken. En hier die buis vrijmaken zo. Maar eigenlijk kunnen we het beste gewoon met z'n allen naar dezelfde kant gaan, denk ik. Toch? Dat lijkt me het slimste. Ik let niet op, jongens. Ik let echt zo erg niet op. Ik ben veel te gierig voor al deze plekken. Oké, met deze pot moeten we die dam daar aan de linkerkant kapot maken. Oké, Rabbit Mario. Wij gaan samen hier naartoe. Bowser, jij gaat heel hard op hem schieten. Oh, maar dan doet hij zeker weer die tegenaanval. Die vijanden zijn zo hinderlijk. Die zijn echt een probleem, hoor. Dit is niet grappig meer. We moeten hem uitschakelen. Hij is echt veel te vervelend. Come on, let's go. Oh, we gaan ook nog even voor hem. Oké, cool. Want Rabbit Peach moet ook weer bij ons in de buurt komen, want anders dan gaan wij kapot. Oké, let's go. Ja, die is weg. Gelukkig. Rabbit Peach moet nu naar ons toe komen. Kan dat? Door deze buis heen en door die andere buis heen? Ja? Oh,
Oh, dit is lekker. Stel, ik ga nu healen. Heal ik Bowser dan mee? Ja, dan heal ik Bowser ook mee. Oké, top, top, top. Lekker, we hebben Peaches er weer bij. Oké, ik heb weer vertrouwen in deze battle, jongens. Let's go. Op het vosje. Nu zijn de vijanden aan de beurt. Wat gaan ze doen? Ze gaan, oké, op Rabbit Mario schieten. Rabbit Mario overleeft dat prima. Top. Ze komen nu wel allemaal een beetje angstvallig dichtbij. We gaan deze kapot maken, Rabbit Mario. Wegwezen ermee. Top. De volgende move die wij doen is eventjes op hem zo'n ding gooien. En de volgende ga jij op de dam gooien. Ja, lekker. Zodat de dam kapot gaat. Lekker. Oké. Ik heb er weer vertrouwen in. Ik wist even helemaal niet hoe dit ging lopen en of dit wel ging lukken. Maar nu wordt het op zich wel weer nice. Eigenlijk moet die vos daar kapot. Ja, en Bowser die kan dat wel fixen. Moeten we dan nog even rustig aandoen hier misschien? Rabbit Peach kan het namelijk ook wel fixen. Oké, die vos daar hebben we geen last meer van. Dan moeten we daarna dus naar die pot daar achterin. En dan moeten we dus met zo'n drankje naar die dam toe. Maar er staat daar nog een hele irritante vijand tussen. Die daar. En daar achterin staat ook nog zo'n vervelende vijand. Deze komt straks naar boven. Alhoewel, ik weet niet of hij dat kan, want hij glijdt natuurlijk naar beneden. We hebben daar een buis, die gaat van links naar rechts. Oké. Ik denk dat de beste optie gewoon naar links toe gaan is. Oké, Bowser vriend, kom in ieder geval maar naar beneden. En doe maar lekker een teamsprong en dan kom je lekker naar ons toe. Zo, helemaal hier deze kant op. Ja, heel goed. En jij kan voor de rest toch niet verder, dus jij mag deze wolf-vos uitschakelen. Die is weg. Oké. Rabbit Peach doet even een landing zo. Wat een idee om iedereen te healen. En we kunnen ook gewoon nog een teamstroom doen. En heal ik dan nog een keer of kan ik maar één keer healen? Ik kan jammer genoeg maar één keer healen. Oké. Ik kan wel op hem gaan schieten. Dat wapen van Rabbit Peach is ook gewoon chill. Want je kan letterlijk van overal kan je je tegenstanders raken. Dat is zo fijn. Oké, cool. Die is alvast voor de helft gesloopt. Dan ga ik met Rabbit Mario alvast een beetje die kant op. Maar nog niet te ver. Zodat hij mij hopelijk nog niet kan raken. Ik ga Bowser en Rabbit Peach wel even beschermen, denk ik. Want dat spookje dat staat op een hele vervelende plek op dit moment. Let's go. Tegenstanders de beurt. We hebben daar een sniperwolf. Sniperwolf-vossen gaan allebei hun dingen aanzetten. Deze komt naar boven. Deze begint ook te springen. En wat ga jij doen? Jij bent de vervelendste en jij gaat op Rabbit Peach schieten. Nee? Jij kan er niet bij? Super chill. Dan gaan we rustig naar de linkerkant toe met z'n allen. Ja, Bowser ook. Bowser gaat springen. Wat ziek idee. Lekker. En tackelen. Is nog niet kapot. Oké. Ik doe even een teamsprong om het laatste beetje nog te healen zo. En dan ga ik naar beneden alvast met Rabbit Peach. En dan ga ik op hem schieten. En dan denk ik, hij kan mij toch niet raken vanaf daar? Kan je mij wel raken? Nee, zie je? Dat is top. Zo, en dan schieten we deze even kapot. Dus het wel een beetje te hopen dat er niet te veel vijanden mijn kant op komen. Daarom zet ik dit even aan. Als er wel een vijand komt, dan gaat Rabbit Mario hem schieten. En ik kan natuurlijk alvast weer de Max gewoon roepen. Dan kunnen die mij helpen voor de volgende beurt. Die gaan allemaal rustig naar beneden. Dus het biedt ook een vorm van bescherming, hè? Want misschien schieten mijn tegenstanders nu al op die Max. Dat kan ook. Dat zou top zijn. Durf ik met Bowser nu op hem te schieten? Of heeft dat niet veel zin? Nee, ja, ik ga het denk ik niet doen. Want dan wordt Bowser ook weer geraakt. Okay, let's go. Tegenstanders de beurt. We worden in ieder geval niet door de sniperforces geraakt. Die komen ook niet echt heel dicht bij mij in de buurt. Dit is de enige gevaarlijke. De enige vervelende. Ja, en die gaat dus op de Max schieten. En dan hield hij daar ook weer mee. Wie komen hier uit? En hoeveel vijanden? Nee, niet jullie. Niet jullie. Nee. Nee. Niet jullie. Dit is een probleem. Oké, deze gaat ontploffen. Denk ik? Of niet? Nee, niet. Oké. Wij gaan vluchten. Wegwezen daar. Bowser gaat ook vluchten. Doei. We moeten die magier daar nu echt kapot gaan maken, denk ik. Dat kunnen we natuurlijk doen met onze elektriciteitsaanval misschien. Even kijken wat er gaat gebeuren. En dan maken we ook wel deze tonnetjes ook kapot. Laten we eerst die ton op hem gooien. Dan de elektriciteitsaanval maar. Oh, hopelijk doe ik hier goed aan. Hopelijk doe ik hier goed aan. Hopelijk ontploft niet alles in mijn gezicht. Nee, dat valt mee. Oké, nice. Dan kunnen we hun allebei nu uitschakelen. Oh, twee vijanden in één klap. Dat is lekker, zeg. Ik wil heel graag die vos uitschakelen. Maar ik denk nog niet dat dat helemaal gaat lukken. Ik ga wel gewoon een teamsprong maken. Helemaal hier naartoe. Bowser is al best ver nu. Dan gaan we even heel hard op hem schieten. Alhoewel, dat viel eigenlijk wel mee. We zijn wel al een eind nu, hoor, jongens. Dit is wel lekker. Oké, let's go, let's go, let's go, Rabbit Peach. Jij gaat ook deze kant op. Oké, jij gaat hier landen. En ook alvast op hem schieten.
Ja, lekker. Ik zou kunnen healen. Ik wacht een beurtje met healen. Ik wacht nog een beurtje met healen. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Waar ga je op schieten? Jij gaat op de max schieten. Dat vind ik top. Dat vind ik helemaal goed. Jullie gaan allebei je soort van heldenzichtje aanzetten. Jij kan niks doen. Jij kan ook niks doen. Maar jij kan zeker wel wat gaan doen. Oh, jij gaat op Bowser. Die is bijna kapot. Ga jij alsjeblieft niet op Bowser. Jij kan niet op Bowser. Nice. Oh, er komt wel een vijand nu echt tussenin staan. Oké, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oh, we kunnen deze uitschakelen. Oké, maar we moeten sowieso hem uit gaan schakelen ook. Oh, jongens, wat moeten we nou doen? Zal ik gewoon gaan lopen met Rabbit Peach en dan healen? Ik ga dat doen. Ik ga gewoon met Rabbit Peach lopen en dan gaan we healen. Hallo, ik ben hier. Hallo, ja, is helemaal goed, joh. Helemaal goed, doe je ding. Ik ga toch weer healen en dan is Rabbit Peach weer vol. Oké, we moeten nu die vijanden gaan uitschakelen. Dat sowieso. Wat gebeurt er als ik één zo'n ding op hem gooi? Niet genoeg. Of zouden we dit halen? Kunnen we hem neerleggen? We kunnen hem gewoon droppen, toch? En dan kan iemand anders hem oppakken. Bijvoorbeeld Rabbit Peach. Oh joh, kan dit? En dan, als ze dan hier staan? Ja joh, lekker. We kunnen hem gewoon doorgeven. En dan is het klaar, toch? De hele battle is nu klaar. Oh, als het goed is. Ja, dat zou wel even lekker zijn als we het hiermee gewoon oplossen. Toch? Ja! Lekker, man. Goed gedaan, Teampie. Heerlijk. Ik ben weer tevreden, hoor. Ik ben weer tevreden. Dit is super nice. Super nice. Gezuiverd duizenden mis energiekristal hebben we weer binnen. En we worden nu als het goed is level 21 allemaal. Ja, 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 ja. Heel nice. Oh jee, oh jee, oh jee. De vulkaan, de watervulkaan gaat ontploffen. Oh, maar dit is alleen maar mooi. Dit is alleen maar positief, zo'n vulkaan. Kijk eens. Peachy, Mario in bubbels, Rabbit Peachy in een bubbel. Rabbit Luigi op de bubbel. Rabbit Rosalina lekker boekje aan het lezen. Ja joh, kijk, ze gaan allemaal. Oh, de bubbeltjes zijn weg. Pas op, de bubbels zijn weg, we gaan vallen. En behalve Peach natuurlijk, die gaat zweven. Het regent hier. Alles staat weer in bloei. Het water komt weer terug overal. Ja, dit planeetje wordt weer mooi hoor. Wordt weer helemaal opgevrolijkt. Iedereen wordt blij van regen op deze planeet. Ik bedoel, in Nederland kunnen we altijd wel klagen als het regent. Maar kijk eens wat het doet voor de natuur. Prachtig. De rabbits zijn ook weer mooi. En de boom staat weer in volle bloei. En daar ging het allemaal om, toch? Dat we die boom weer netjes maakten. Kijk eens wat een mooie roze boompie. De liedenbij is er ook bij. Die is ook weer helemaal vrolijk. Die kan eindelijk de boom weer uit. Hey, hallo liedenbij. Ben je er tevreden mee? Ah, de lucht is zoet en de immerbloei doet zijn naam weer eer aan. Honingzoetjes, er is een heel sterrenzelsel vol opgekropte emoties daarbuiten. En we lopen flink achter met de bloembestellingen. Oh, ze mogen niet meer op vakantie. De rabbits mogen niet meer op vakantie. Nou, ze vinden het niet heel erg zo te zien. Als één van jullie trouwt, naar een bal gaat of een begrafenis heeft, op mijn bloemen kunnen jullie rekenen. Nou, dankjewel, liederbij. We maken echt dikke vrienden hier. Weet je misschien een betrouwbare monteur? Vraagt Beepo aan liederbij. Want ons schip die heeft vuurkracht nodig als we Gesela's schuilplaats willen binnenvallen. Oh, ja, daar is de baas van deze planeet, Sullivan. Oh, genie, kon ik maar in al je behoeften voorzien, maar helaas gaat dit zelfs mijn talenten te boven. Jullie moeten de schone, delicate mami traceren. Bloem van het Schralingerplat. En buitengewoon begaafd monteurgenie. Oké, we moeten naar mami. We kunnen een teleportatietunnel maken naar haar locatie. Oh, nou, lekker. Sullivan die zegt vaarwel, genie. Ook al verplettert het mijn hart. Ik kan jou niet vasthouden. Je moet vrij zijn als een zwieperzwaai. Die Sullivan die is echt behoorlijk verliefd op genie. Beepo zegt, mami, mooi, ga jij maar weer met je trein spelen. Beepo is een beetje jaloers. Hoppakee, we hebben de vulkaan ontkurkt. We gaan zelfs nu naar level 22. En dat betekent natuurlijk ook dat we een hoop nieuwe vaardigheden kunnen fixen. Zo kan Rabbit Peach nu ook weer een extra tackeltje doen. Bowser die doet nu nog meer schade als die landt. Mario kan nu op tegenstanders stampen en dan kan die nog een keer zweven. Dus dat is ook wel nice. Wat kan Luigi dan nu extra gaan doen? Zijn stalen blik gaat door obstakels heen. En hij kan verder lopen als hij heeft geland. Ja, ik weet het niet zo met Luigi. Rabbit Luigi, die vergroot nu zijn afketsafstand. Dus ik kan die nog verder zijn vijanden raken. Dat is wel nice. En Peach gaat ook extra tackelen. En de Rabbit Rosalina, die kan tegenstanders nu nog verder vervelen.
En nu kunnen we dus ook Sparks een level hoger krijgen. En we hebben natuurlijk nu de Impulsar. Bondgenoten binnen handbereik worden opgelapt met 30% van hun max HP. Oeh, maar deze is overpowered. Let's go, deze gaan we even flink upgraden. Want dan ga je dus steeds meer healen. Van 30 naar 40%, van 40 naar 50, van 50 naar 60. Ja, dit is lekker hoor, dit is heerlijk. Die gaan we flink upgraden. Ik ga zelfs een sterrendrankje geven en dan is die gelijk level 5. En we healen nu gewoon 70% hè, met Impulsar. Die gaan we gelijk eens even, denk ik, aan Rabbit Mario geven of zo. Oeh, we hebben echt super toffe nieuwe dingen. In de volgende video zeggen we Liederbij vaarwel. En dan gaan we met ons ruimteschip naar de volgende planeet. We gaan keihard, jongens. Blijf de duimpjes knallen. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En zet het belletje aan, want dan mis je geen enkele video. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!